Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube, mensen. De laatste tijd komt er wel het een en ander binnen bij de Dutch Beer Collective. Bestaat uit Thomas Opent, Dutch Beer Geek en Beer Geek Holland. En we krijgen heel veel mooie post. Mooie biermails. Echt super bedankt daarvoor. Iedereen, hartelijk dank. Maar waar wij regelmatig wat van krijgen is extreme-beers.com. Het is waanzinnig wat die gasten hebben. Echt, het is... Ik kan er al een heel lang verhaal van maken. Kijk gewoon op extreme-beers.com. Echt, de naam zegt het al. Extreme bieren. Dat kan tegenwoordig. Uiteraard. En dat is voor jou en voor mij echt een uitvinding. Wat ik al zei, Extreme Beers... Ik zal hem even... En dan hoor ik je denken, Remy, waarom kijk je daar zo moeilijk bij? Hij is vrij zwaar. Wat een zwaar? Rond de 10 kilo. Wat? Ja, 10 kilo. Dus ik weet niet hoe lang deze review gaat duren, maar we gaan ons best doen. Mensen. Dus deze inderdaad... deze moet boven inderdaad. Want als je hem op de kop houdt, valt alles eruit. Ik heb hem al even open gesneden, dat scheelt weer wat tijd. Dus ja, laten we even kijken wat er allemaal in zit. Ik zet hem even neer. Wel zo makkelijk. Eens even kijken. Overigens super mooi verpakt. Ik zit hier niet zo... Het gaat niet helemaal lekker. Eén moment. Sorry. Ja, dan krijg je zo'n grote doos onder je gigolab. Oké. Zet hem even hier aan de zijkant. Beetje ongemakkelijk. Ja, ongemakkelijk. Oké, het eerste wat ik zie zijn 3, 6, 9 vakken. En ik zie al bij sommigen wat blikken naar boven komen. Dus ja, Laat ik eerst beginnen bij wat ik zie, ja? Oké, allereerst. We komen terug op de bieren, onthoud dat. Ze worden gereviewd door Dutch Beer Geek, Thomas Opent en moi. Allereerst Eagle Park Brewing Company Lemon Merengue IPA. Oeh, die klinkt goed. Klinkt goed. Amerikaans bier, mensen. Check it out. What? Nogmaals, ik ga er niet te veel over vertellen. Puur omdat alles nog wel redelijk aan bod gaat komen. Dus even kijken. Wat hebben we nog meer? Oké. Van dezelfde brouwerij. Heb ik dat... Even kijken hoor. Nee. Het lijkt er wel op. Untitled Art. Het is... Ik weet niet precies hoe dit zit. Misschien weet jij het. Er staat een andere brouwerij op. Het is Russisch volgens mij of iets. Eens even kijken. Remy, waarom duurt dit zo lang? Ja, weet ik ook niet. Even kijken. Geen idee. Het is een Forward Hazy IPA. Double IPA. Ziet er ook echt fantastisch goed uit. Waarschijnlijk is dit Can Art. Ik weet even niet hoe dit precies zit. Kijk eventjes op extreme-beers.com. Okay. Alrighty then. Nog iets wat ik niet ken. Octopi Brewing. 8%. Even kijken. Wat is dit? Ik vind het... Oh, kijk, en dat is het mooie van Extreme Beers. Het zijn ook gewoon Extreme Beers. Geen idee wat het precies is. Staat er niet zo... Nou, ik kan het niet ontdekken. Maakt niet uit. Ziet er allereerst gelikt uit. Het is net kerst, mensen. Het is net kerst. Ik vind het mooi. Oeh, wat is dit? I speak a little penguin. Penguin? Wauw. Wat een gaaf etiket. 8% Imperial Milk Stout. Van Bricks City Brewing. Wauw. Ziet er goed uit. Check it out. Damn, Stan. Oh, houdt het op? Nee, nog niet.
The Brewing Project Double India Pale Ale. Ken ik ook nog niet. Mensen, ik ken ze allemaal niet. Misschien hou ik ze wel allemaal zelf. Nu gaan er een paar mensen boos worden. Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Dutch Beer Collective is een soort familie. Nee, het is gewoon een familie. Punt. Het is gewoon een familie. We zijn broers. We zijn gewoon niet... The brother van another mother. Zegt Thomas altijd. Dus terecht. Allereerst vet etiket. Echt super tof. Blackcurrant. Imperial Stout. Ghost 808. 12%. Ziet er echt fantastisch uit. Mooi etiket. Uiteraard komen we daar nog op terug. Gaan we door. Zijn we klaar? Nee. Nog niet. Wanneer dan wel? Ja, dat gaan we zo zien. Okay. Hoop papier. Shit. Oké. Okay. We gaan beginnen. Flessen, mensen. Barrel Project 2003. En dan hoor ik je denken, Kees? Nee, deze is niet van Kees. Dus even kijken. Brouwerij Het Meuleneind. Voor mij nog redelijk onbekend. Uiteraard heb ik ze wel even voorbij zien komen op extremebeers.com. Maar het ziet er allereerst vet uit. Mooie etiketten. Super strak. In plaats van een wakslag, mooie. Ja, wat je bij wijn ook wel eens ziet. Of champagne, weet je wel. Zo'n. Ja, wat is het? Geen idee. Iets moois. Iets van plastic of zo. Weet ik veel. Ik zet ze even hier neer. Want anders, ja. Weet ik niet waar ik het kwijt moet. Oké. Okay. Oh, mensen, kinderen. Oké. Okay. De Barrel Project 1907. Uiteraard komen we er, wat ik al zei, uitgebreid op terug. Ook weer van Brouwerij Meuleneind. Prachtig. Het ziet er goed uit. Nogmaals, ik ga niet alles opnoemen wat het is. Hou onze kanalen daarvoor in de gaten. Barrel Project 2002. De eer staan. Fantastisch. Ziet echt heel rete strak uit. Remy, geef nu gas. Ja, we moeten even iets sneller, vind ik. Maakt het niet minder leuk, toch? Nee. Barrel Project 1905. Oeh. Damn. Oh my god. Dit is wel heel fucking blubber dikke biermeel. Goed. Barrel Project nummer 201. Jezus. Gaat die? Ja, gaat wel. Oké. Okay. Ja, zijn we er al? Dit is de laatste. Vind je niet genoeg? Jawel hè? Ik wel. Barrel Project 1906. Oké. Okay. Ziet ook wederom super strak uit. Wat ik al zei, we komen er uiteraard op terug. We kunnen elkaar bijna niet meer zien. Nou ja, we kunnen elkaar. Jullie kunnen mij. Ik zie jou natuurlijk niet. Ik kijk naar mijn telefoon en get it. Oké. Okay. Wat een beermuil. Ik ga snel stoppen. Ik ga wat foto's sturen naar de heren, want die zijn ook nieuwsgierig. Want ik doe natuurlijk wel de unpacking. Maar Thomas en Gerben willen ook heel graag weten wat erin zit. Namens Extreme Beers, of nee, namens de Dutch Beer Collective, Extreme Beers, hartelijk dank voor deze bieren. Bedankt voor deze sponsoring. En wil jij korting bij jouw bestelling bij Extreme Beers? Alsjeblieft. Tuurlijk, dat kan. De code is volgens mij Dutch Beer Collective en krijg je 10% korting. Kijk heel even op Dutch Beer collective.nl, dat is onze website. Daar staan alle kortingscodes op. Dus kijk voor de zekerheid even op dutchbeercollective.nl. En daar staat alle informatie. Dat is nou het makkelijke van een website. Ik ga afsluiten. Ik wil jou bedanken voor het kijken. En uiteraard tot de volgende keer. Cheers!